het vijfde duurzaamheidsrapport van Essentia bericht over de vooruitgang die we boeken als Essentia, als sector van scheikunde, life sciences, kunststofverwerkers, op alle vlakken. Op het vlak van milieu, op het vlak van bijdrage aan de welvaart, op het vlak uiteindelijk van oplossingen voor de problemen in de wereld. Wat zeer belangrijk is te begrijpen, is dat eigenlijk de ruggengraat van de economie, dat is de industriële sector. Essentia vertegenwoordigt voor wat betreft de industrie meer dan 30% van de toegevoegde waarde en bijna 18% van de tewerkstelling. L'étude montre que les Belges ont vraiment une perception positive du secteur en termes de son implication dans l'innovation et la créativité. Et ce sont des qualités importantes en lien avec le développement durable. Mais l'étude montre aussi que les Belges trouvent que le secteur ne communique pas suffisamment avec les Belges sur sa contribution au développement durable. Dans ce contexte-là, il est vraiment important de communiquer. Donc le rapport de développement durable du secteur est un premier pas dans cette direction, même s'il va falloir utiliser d'autres canaux de communication pour atteindre le grand public. Het zijn enkel duurzame sectoren en duurzame bedrijven die op termijn eigenlijk competitief zullen zijn. En uiteraard voor ons als Europese vakbeweging is het aspect people daarin heel belangrijk. Van hoe ga je met mensen om? Hoe ben je attractief als werkgever voor nieuwe werknemers en ook voor je bestaande werknemers? De uitdaging is eigenlijk om nu te gaan kijken waar kunnen we het nog anders gaan doen. Hoe gaan we andere soorten producten maken of op een andere manier bijvoorbeeld met de plastics omgaan. Bijvoorbeeld kunnen we denken aan hoe kunnen we recyclage nog verbeteren of hoe kunnen we nadenken over de producten op zich en die op een andere manier vormgeven. C'est un rapport fondamental qui est fondé sur une méthodologie et des éléments de fond scientifique. Avec ce rapport, nous pouvons évidemment mieux communiquer, aussi bien Essentia que le politique, pour avancer. Et la communication est un élément très important par rapport à la société. Et il faut pouvoir convaincre, sur base de ce rapport, aussi bien la société que les niveaux européens.